Deze nieuwsuitzending die gaat over katholicisme en borstkanker. Laat het even op je inzinken. Het niet de eerste titel die je zou verwachten, of nee, of wel. Het kan zijn hoor dat jij er anders over nadenkt. Maar ik zie een duidelijk verband. Ik ga niet schreeuwen, ik ga niet vieze woorden gebruiken. Ik hou me aan, dat heet marketing, gevoelig opereren. De boodschap hou je zachtjes. Want anders dan haken de luisteraars af. Ah, lekker cool. Ik heb nog wat bier, ik heb nog wat wiet en ik heb nog wat euro's. Ik maak mij nergens zorgen over. En jullie ook niet. Ga maar kapot, man. Je bent toch al over tijd. De Christus Jezus die ging kapot, moedwillig, vrij dood. Als doodje. De vrijwillige dood. 2000 jaar geleden. Ongeveer. 2 millennia. Katholicisme en borstkanker. Ga er maar even over nadenken. Mijn moeder, haar linkerborst is geamputeerd. Die katholieken die hebben dus de tiet geamputeerd, maar ook de lymfeklieren verwijderd voor alle zekerheid. Dat was een snijoperatie, man. Ze kon niet meer in bikini naar het strand. Dat is afgelopen. Bye bye, monkey. Mooie bonk borstkanker. En de behandeling daarvan. Geweldig. Gewoon tieten eraf. Straks krijg je ook nog peniskanker. Dat is ook leuk. Dan word je een transgender. Dan heb je peniskanker. En dan zegt die dokter tegen jou van nou, we kunnen de hele penis eraf halen. Of wat we ook kunnen doen is dat we dan dat je een clitoris krijgt. En dan maken we ook een opening waar iemand. Een opening. Jo, vluchtweg tot overleving. Dat zijn die fuck-katholieken. We amputeren, rachen, smeerlappen, man. Katholieken en borstkanker. Ik had zo'n meisje hier aan de deur. Gisteren. En ik kwam collecteren voor borstkankerhulp. Fonds. Pink ribbon. Roze lint. Maar waar komt die borstkanker vandaan? Waarom hebben vrouwen schimmels in de tieten? Ja, papier. Hoezo begin je nou over schimmels? Ja, dat heb ik net gedaan. Schimmels heb ik gedaan. Schimmels zijn de vijand van ons menselijk lichaam. En daarom eten we graag camembert. Of brie. En vreten wij die schimmels een keer op. En dan maken we champignonsoep. Dat is allemaal ongevaarlijk. Champignons, ga je mij niet vertellen dat je
een schimmelinfectie krijgt van champignons. Maar dat is het wel. Het is de schimmel. Met die pollen. Retige waarde. Maar waarom zet het zich vast in de tieten van vrouwen? Ik denk aan vroegtijdige seks. Van die mannen die niet weten hoe ze met tieten om moeten gaan. En dan krijg je zo'n pik in je reet. En dan zit hij aan je tieten te frommelen. En dan is hij eindelijk klaargekomen. En jij hopelijk ook. En dan heb je je tieten verzwakt. Kijk, daar waar je niet komt, in je lichaam, hè? Waar je niet bent met je geest, hè? In je lichaam, hè? Dat wordt een dood gebied. Jouw tieten, even voor de vrouwen, hè? Maar jouw tieten, dat is een uitstraling van energie. Kan je die voelen? Jouw tieten zijn bedoeld om daar zo'n tandeloze 40 centimeter mens aan te laten sabbelen. Daar zijn ze voor bedoeld. En wil jij een 40 centimeter lang mens laten... Of niet? Als jij dat niet wil... Dat is jouw keus. Als jij er genoegen mee neemt dat er een of andere kerel met een gouden ketting en een best een mooie getrimde baard en blauwe ogen en die gaat een beetje lopen frieten met jouw tieten. En dat is genoeg in plaats van een baby. Dan sterft, dan is dat doods, snap je? Dan geloof je niet meer in je tieten. Dan kan je ze net zo goed laten amputeren. En dat gebeurt dan ook. Op grote schaal. Ja, so be it. In een dood gebied heeft een schimmel vrije toegang. Als je tieten warm zijn, vol van energie, op zoek naar een... Ik wil een kind aan mijn tepels. Ja. Als dat zo is, dan krijg je helemaal geen borstkanker. Ben jij hem af? Natuurlijk niet. Waarom? Joh, dat is genetisch bepaald. Ja, flikker op. Dat is helemaal niet zo. Ja, maar dat zeggen ze op het NOS-journaal. Ja, heb jij de gegevens gezien? Heb jij de gegevens gezien? Of geloof jij, hoe heet het, die tuthola's die nou weer momenteel... een of andere homoseksueel die een vriendje is van Mark Rutte... en dat is ook een homoseksueel. Dat jou lopen vertellen? Ja, flikker erop. Ga dan weg. Borstkanker. Katholicische uitvinding. Bangmakerij. Oh, er zit een knobbeltje in mijn borst. Ja. Nou ja, je moet je afvragen waar het zit. Meestal aan de linkerkant. Hè. Ja, ja. Je linkerkant is niet goed aanwezig. En dat betekent de rechterkant van je hersenen. Dus je fantasie. Je creativiteit. Daar ontbreekt het aan. En dan krijg je aan de linkerkant problemen. Look it up.
Nou, wat ik gisteravond werd er aangebeld in mijn woning. Ik dacht dat Lonneke het was, maar dat was niet zo. Ik stond aan de voordeur. En ik kwam collecteren voor borstkankerhulp. Oh, kijk, ik ben hier van de vereniging van de Pink Ribben. En wij willen meer geld voor het amputeren van borsten. Ja, ja. Dat was een leuk ding hoor, ergens in de 25 of zo. Leuk blond haar. Ik zei, nou, dat gaat hem niet worden. Ik ben erop tegen hoor, om borsten te amputeren. Als jouw borst verrot is, dan, ja. Ja, maar straks metasteert het en dan ga ik helemaal dood. Nou, je was al dood, denk ik. In gedachten. Want anders had je geen borstkanker gekregen. Je hebt nooit gewild dat jouw tepels gezogen werden door. Net als een melkkoe. Je hebt het niet gewild. Ja, kom op, ga maar dood. We hebben toch niks aan jou als vrouw, hè? We hebben misschien nog wat aan jou als man. Ja, maar als jij je borsten laat amputeren, ja, dat maakt mij geen donder uit. Gewoon 's morgens om 6 uur opstaan, om 7 uur op de bouwsteiger staan, en dan klank, 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 en dan balken. Ja, dat mag ook. Als jij zo graag op de bouwsteiger wil staan, ja, die tieten zijn alleen maar onhandig, snap je? Ik wil niet lullig overkomen, heeft er niks mee te maken. Het is wel zo. De tieten zijn onhandig op de bouwsteiger. Laat ze eraf halen. Dat zei ik tegen die vrouw, die jonge vrouw. Ja, weet jij dat er een onderzoek is uitgevoerd naar het gebruik van de anticonceptiepil, dus oestrogeen. Je schrijft oestrogeen op zijn Nederlands, maar het is Griekse oestrogeen. Ga je oestrogeen slikken? Nou, dat is allemaal heel leuk. Dan kan je niet zwanger worden. Ja, in 0,001% van de gevallen toch. Ja, heb je zo'n halve. Ik zou niet geboren willen worden in. Ja, vanuit een vrouw die aan de oestrogeen zet hoor. Dan krijg je kleine kinderen van. Of autisten of wat dan ook. Beetje rare wezens. Die niet gewenst waren. Oh, fuck. Mama heeft de hele tijd oestrogeen geslikt en dan ben je toch geboren en dan slikte de pil omdat ik geen kinderen wil en dan ben jij er toch. Ja, ja. Mooi zo. Je moet helemaal geen pil slikken. Dat moet je niet doen. In Afrika hebben ze de gewoonte, onder de Mohammedanen volgens mij, om de clitoris eraf te snijden. En dan zijn we van dat gezeik af. Ik vind het hardvochtig hoor, ik ben ook tegen clitorisamputatie. Maar er zit wat in hoor. Ja, terug, hè? Dan ga je de pil slikken, de anticonceptiepil. En die heet dan de pil. Is van, wat voor auto rij jij? Nou, ik rij de auto. Wat voor pillen slik jij? Ik slik de pil. Oké. Okay. Ja, natuurlijk, schatje.
Nou, er is een onderzoek gedaan naar vrouwen die dan een borstkankerdiagnose hebben gekregen. En er werd eraan gevraagd van, dat heette onafhankelijke variabelen. Vragen zoals, zeg het maar, eet je vaak bananen? Wanneer is de laatste keer geweest dat je een banaan gegeten hebt? Of een sinaasappel? Het heet epidemiologisch onderzoek. Gewoon vragen stellen. Wanneer ben je voor het laatst naar buiten geweest? Heb je gewandeld? Heb je een fiets? Ja of nee? Maakt niet uit wat. Nou, een van die vragen was, slik jij de anticonceptiepil? Dat was number one. Dus het slikken van de anticonceptiepil verhoogt de kans op borstkanker. Dan kan je wel bij mij aan de deur komen collecteren om mee te betalen aan het amputeren van de tieten. Maar ik denk, ja, stop met het slikken van de pil. Wat is dat nou? Dat verlaagt de kans op borstkanker. Volgens dat onderzoek, wat ik heb gestudeerd op de landbouwhogeschool. Dus ik heb die onderzoeken, die moesten wij beoordelen. En dan met wiskunde erbij, en klopt het wel? En nou, de pil is niet zo'n goed idee. Hè? Een beetje dom, hè? En een meisje keek me aan. En die zegt me, dat kan niet. Ik zei, hoezo kan dat niet? Dat is toch heel... Nee, zei ze, het kan niet dat ik dat niet wist. Ja, denk ik. Ik heb het niet tegen haar gezegd. Maar dat komt door die katholieken. Die weten dat wel degelijk. Geen enkel probleem. Ze lachen zich helemaal kapot. Want zo'n vrouw, er wordt een tiet van geamputeerd, maar die werkt nog een tijdje door, hoor. En die kinderen van die vrouw, dat maakt ook geen donder uit, ja, die zijn van jou, hè, als overheid. Als katholieke overheid, als universele overheid. Ha, 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 ha. Ja, alleen mij die katholieken kennen. Smeerlappen dat is, hè. Ons vergiftigen en dan vrouwen hun tieten amputeren. Geen respect voor katholicisme. Het zijn zo, het is zo en het zal zo zijn. Ik verander mijn mening niet. No way. Slacht mij maar af. Dan doe je nog een beetje je best. Ja. Het is helemaal niet zo makkelijk. Dat snap ik ook wel. Om het te accepteren. Hè? Hele gedoe met de pil, man. Sinds de introductie van de pil ging... Ja. Tietkanker. Ja... Ik heb dat meisje ook nog uitgelegd, want je hebt die pil helemaal niet nodig. Ja, waar heb je die voor nodig? Ja, ik wil vroegtijdige seks. Ja, het punt is, vroegtijdige seks, dat het is statistisch, het is al uitgeteld. Des te eerder je seks hebt in je leven, des te groter de kans dat je knettergek wordt. Onhandelbaar. Moet je helemaal niet doen, man. Dat is voor nodig. Je moet eerst iemand met kennis, heb je kennis maken. En dan word je verliefd. Dan zitten we al maanden verder. Zo niet jaren. En dan word je verliefd. En dan neem je dat meisje mee naar jouw familie. En dan neemt dat meisje mee naar haar familie. Ja, dat gaat allemaal goed.
Ja, en dan organiseer je zelf een verlovingsfeest. En dan worden de beide families uitgenodigd op een locatie, maakt niet uit. Bij haar thuis, bij jou thuis. En misschien woon je klein, dus dan kan je er maar een paar uitnodigen. Maar dan een paar van jouw familie en een paar van haar familie. En dan kippensoep eten, tomatensoep, maakt niet uit. Prijssoep is ook erg lekker. Een scheutje randen. Stokbroodje erbij. Een kruidenbodem. Zelf gemaakt. Heb je? En als het allemaal klopt, dan denk je, oh, ja, het klopt allemaal. Dan ga je neuken, dan ben je getrouwd. Ja, en dan een trouwfeest geven. En mensen zeggen van, ja, waar is dit feest voor nodig? En dan zeg je eerlijk, nou, ik heb geneukt met Gerard. We hebben geneukt, we zijn getrouwd. En waar heb je dan een condoom voor nodig? Nou, nee, dat heb je helemaal niet nodig. En een pil? Helemaal niet. Helemaal gek geworden in je achterhoofd. En je krijgt er tietkanker van. Borstkanker. Een verhoogd risico. Dat je het even weet. Stomme katholieken. Met een borstkanker uitvinding. Dan gaan we tieten van vrouwen eraf snijden. Jezus. Erg hoor. En iedereen is katholiek, hè? Ja, ik ben helemaal niet katholiek. Want nee, je bent wel katholiek. Heb je gestemd? Wanneer heb jij voor het laatst gestemd? Als je gestemd hebt, ben je katholiek. Klaar. Punt. Ja, maar als ik dan niet volgens jou mag stemmen, want dan ben ik katholiek, wat moet ik dan doen? Nou, niet stemmen, lijkt mij. Probeer in leven te blijven. En ben je nog jong? Ja, gewoon rampen tampen. Neuken voor kinderen. Die lekker aan jouw tepels gaan lopen zuigen. Dat je borsten helemaal leeg gesopen worden. En aan de andere kant. En dan weer terug naar de ene. Ja, dat is lekker. Dat is van links naar rechts. Kijk, jij als vrouw, je hebt die tieten. Ja. Mannen hebben dan ook van die obese homo's, die hebben, nou, in de slechte zin van het woord, hè. Maar die obese, die hebben wel ook zo'n tiet. Maar er komt geen melk uit. Dus je bent een melkfabriek. En bedoeld voor, ja, 5 kinderen of zo. Je hebt genoeg productieapparaat voor 5 kinderen. Maar die moet je wel willen. En kunnen. En moeten. En anders krijg je tietkanker. Maar ik zou het niet laten amputeren. Gewoon tegen die arts zeggen. Oh, heb ik tietkanker. Oh, nou ja, oké. Dank je dat ik het weet. Dat betekent dat er voortaan ook niet meer gefriemeld wordt aan je tieten. Want als zo'n kankertoestand... Wat dat breekt. Dan gaan die schimmels zich verspreiden. En dan krijg je overal kanker. Ha 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 ha. Wat die katholieken ook verzonnen hebben. Met die. Er was er weer baarmoederhalskanker. Een vaccin daartegen. Weet je dat ook alweer, dat spul? Ik heb tegen mijn dochter gezegd, dat ga je niet doen. No way, Jose, ben je helemaal gek geworden. Om je te laten injecteren tegen baarmoederhalskanker. Flikker op.
Gardasil werd dat spel. Nee, meisje, jij laat je dan niet injecteren met Gardasil. Homo. In de slechte zin van het woord, hè? Op zijn Brabant. Dat doe je toch niet? Dat nou. Vrouwen met baarmoeder als kanker, dus een correlatie vastgesteld. Dat vrouwen met baarmoeder als kanker, die hebben op jonge leeftijd seks gehad. Met, ja, eventjes om iemand uit te proberen en dan weer een andere. En dan lekker volhouden en lekker het met iedereen blijven doen. Want zonder condoom is het echt een stuk lekkerder. En, ja, en dan krijgen we baarmoeder als kanker. Ja, ha, 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 ha. Wat is dat dan weer van onzin? Ja, natuurlijk krijg je een baarmoeder als kanker. Je laat je voorgat, laat je even penetreren met Jan de Boeman. En dan huppakee, dat lijkt me hartstikke lekker, want hij had een grote stijve leuter. En, maar hoe zit het met schimmels? Snap je? Als je niet gaat neuken op jonge leeftijd, als je houdt aan de wet van verliefd, verloofd en neuken, getrouwd, dus is er niks aan de hand. Niets. Ja, weg. Weg. Hey, er is ook zo'n onderzoek gedaan naar keelkanker. Mannen met keelkanker, waar komt dat van? Sigaren roken? Nee. Fout, probeer het nog een keer. Bananen eten? Nee, fout. Probeer het nog een keer. Sarsaparillasap drinken? Nee, fout. Probeer het nog een keer. Ja, wat is de meest verhogende factor voor mannen om keelkanker te krijgen? Mannen roken, zitten op de snelweg, whatever. Maar het maakt allemaal niet uit, hè? Wat was de bepalende onafhankelijke factor? Wat was statistisch gesproken de oorzaak? Uit dat onderzoek wat ik gelezen heb. Dat was beffen. En dan niet van je eigen vrouw, want ik krijg er geen keelkanker van. Maar als jij, ik weet niet hoeveel vrouwen per periode gaan lopen beffen. Een verandering van spijs doet beffen. Een verandering van spijs doet eten. Dat is het Nederlandse spreekwoord. Je kan ook zeggen verandering van spijs doet beffen. Want ik heb vorige week één gebeft. Ik ben al toe aan een nieuwe befoperatie. Daar krijg ik keelkanker van. Punt. Ja, want als jij een vrouw gaat beffen, jongen, als jij je als vrouw gaat laten beffen, jouw kut zit, jouw spleet, whatever, hoe je het maar wil noemen, er zit allemaal vol met schimmels, jouw schimmels. En jij kan dat tegen, maar die kerel die gooit zijn warme tong op jouw klit en die slikt dat ook allemaal naar binnen. Ja. Moet je vooral heel vaak doen met heel veel verschillende vrouwen. En dan krijg je keelkanker. Niet gegarandeerd hoor. Maar 30% kans meer of zo. 50% kans meer. Zo vaak krijgen mensen geen keelkanker. Maar degene die het krijgen, ja, die hebben meerdere vrouwen lopen beffen over een langere periode. En dan, ja, op vrijdag Marietje en de volgende week donderdag doen we Gerda. Ja, dan gaat het mooi fout. En dan mijn kind geïnjecteerd worden met Gardasil. Ik zeg, nee, meisje. Ja, daar beginnen we even niet aan. Hè? Je laat je niet wipperen door Jan en Alleman. Dan krijg je helemaal geen baarmoeder als kanker. Die kans is 0,00001% of zo. Ja, daarvoor gaan wij ons niet laten injecteren met
formaldehyde, squalene en thimerosal en bedorven dierlijke producten. Of hoe moet je dat noemen? Gefermenteerde. Chemisch gefermenteerde dierlijke producten. Tegen de baarmoederhalskanker. Want ja, als je dan toch lekker wild wil gaan van pil, dan neem je van tevoren die pil of die injectie of whatever. En dan kan je lekker wild gaan van bil. Nee, natuurlijk niet. Je moet helemaal niet wild gaan van bil. Dat moet je niet willen. Ga dan onaneren. Ja, toch? Stop met die borstkanker ellende. Ik zei ook tegen die collectant. Ja, weet je ook wel dat als ze een mammografie gaan maken, dan wordt je tiet, die wordt helemaal samengeperst tussen twee platen en dan wordt er röntgenstraling overheen gedaan. Ha, 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 ha. Even een fotootje maken, je merkt er niks van. Nee, je tiet ligt helemaal plat gedrukt tussen twee platen en dan. Ik zei ook, ik vroeg nog aan die vrouw, als jij, heb je wel eens meegemaakt dat er zo'n röntgenfoto werd gemaakt van je kiezen? Ja, zei ze, dat heb ik meegemaakt. Ik zei, ja, en waar ging de tandarts staan? Oh, die liep altijd naar een afstand en dan drukte hij op een knop. Die van mij ging achter een muur staan. Die bevestigde alles. En die zei, mooi stil blijven liggen. Geen geouwe hoer, homo. Ik ga op de knop drukken. En dan liep die vent achter een muur. En dan drukte hij op de knop. Ja. Waarom deed die tandarts dat? Omdat hij ook wel weet dat als je dat iedere dag gaat lopen doen en hij blijft erbij staan. Ja, dat is een röntgenstraling. En jij als vrouw laat even een mammografie maken met röntgenstraling. Zo'n helemaal gek in je achterhoofd, man. En ik moet gaan betalen voor de röntgenstraling van vrouwen, zodat we ze allemaal kunnen gaan controleren op carcinomen in tieten. Nee, niet. Natuurlijk niet. De allerslechtste vorm van hulpverlening die je maar kan bedenken. Maar meisje, zullen we je tieten even gaan bestralen met röntgenstralen? Wilt u daar aan meebetalen, meneer? Nee, natuurlijk niet. Snap je toch wel? Maar dat zijn die katholieken. Die katholieken die drijven het door. Met een eenheid van kerk en staat. Want jouw papa en je mama hoeven niet voor jou te zorgen. Dat doen wij wel. Kom erop met je tieten. Die leggen we tussen twee metalen platen. En dan gaan we even kijken hoe het afloopt. Oh, er heeft een verkleuring in de linker tiet. Nou weet je wat. We snijden de hele boel eraf. Of je krijgt chemo. Gadverdamme. Het probleem is, er zijn zoveel katholieken op deze wereld dat je ze niet kan vermoorden. De wereld bestaat voor 98-99% uit katholieken. Die dat allemaal geweldig vinden. Ja, ik moet vandaag iets eerder naar huis, want mijn vrouw moet naar het ziekenhuis. En dan gaan ze haar tiet, gaan ze tussen twee metalen platen liggen. En die wordt dan met röntgenstralen bestraald. En volgens mijn arbeidscontract heb ik dan nu vrij, want dan kan ik mijn vrouw naar het ziekenhuis gaan rijden. Ha, 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 ha. Ik ben niet boos of zo, dit is een observatie. Hoe stom mensen zijn. Kijk, dat ik heel stom ben, dat wist ik al wel. Maar andere mensen die. Godzame kraken. Dat Christus Jezus heeft gezegd, zalig zijn de armen van geest. Dus ik dacht van, nou ja, ik ben super slim. Ik ben absoluut niet arm van geest. Ben jij maf? Ja, maar. Dus de armen van geest, die zijn dan wel zalig.
Nou, dat is maar de vraag, hè. Of je zalig bent, dat je je tieten tussen twee metalen platen laat leggen. En dan... Oh, wel heel stil blijven liggen, mevrouw. Mijn vriendin die had een knobbel in haar borst. Van toen, Marlies heette ze. Maria. Maar ze wordt genoemd Marlies. Ja, die had er ook. Die had een verharding in haar tiet. Maar dat was een cyste. Dat was geen kanker. Die is weggesneden. Oh, nee. Drama. Maar die cyste hadden ze moeten laten zitten. Wat mij betreft, hoor. Ze hadden tegen haar moeten zeggen, u heeft een cyste. Dat is een ingegroeide haar. Ze hadden aan haar moeten vragen, heb je pijn aan die cyste? En als zij had gezegd, ja, ik heb echt heel veel pijn in mijn linkerborst. Ja, haal hem eruit of zo, maar... Stomme katholiek. Hebben ze niet gevraagd, hè? Alleen maar gezegd, wel, u heeft een cyste. En die gaan we wegsnijden. Erg geluk, vind ik het. Heel verschrikkelijk. Heel erg. En er zou op het onderwijs moeten verteld worden waarom mannen geen tieten hebben en een uitgegroeide clitoris. En de ballen die dan de vrouwen in de buik dragen, die dragen de mannen in een balzaak. Dat creëert twee groepen. Dat zouden ze moeten vertellen. Ja, maar dan voel ik mij als vrouw achtergesteld, want ik wil ook mannen dingen doen. Nee, dat wil je helemaal niet doen. Hoe kom je erbij? Hoezo? Ja, want mannen die zitten altijd te lachen op het werk en die werken heel lekker samen en ja, daar wil ik ook aan meedoen. Ja, dat is leuk. Ja, begin dan met samenwerken. Met vrouwen. Ja. En ga tegen die vrouwen vertellen van als jij de anticonceptiepil slikt en je krijgt een verharding in je tieten, dan is dat normaal. Want jij zit je eigen lichaam te veranderen. Jouw lichaam, als vrouw, hè, voor jou dan. Jij hebt heel erg een hormoonverandering met oestrogeen. Dat kan je meten, dat is al lang bekend. En ga je die hormoonverandering, van de natuurlijke hormoonverandering, beïnvloeden met het slikken van de anticonceptiepil. Ja, dat... Dan sterf van je tieten. Hebben je tieten geen zin? Dan doe je alleen maar de neuk voor de neuk. Met chemicaliën. Dan ben je helemaal gek geworden in het achterhoofd van je teen. Je linkerteen. Nee, ik wil geen grapjes maken. Ik bedoel het bloed serieus. En we hebben het over borstkanker en katholieken. Want die katholieken, die lopen dat te prediken. Ja, gewoon pilletjes. Pilletjes slikken. En dat komt van Pfizer. Die grote farmaceut. Farmakia. Farmakia, dat komt uit het Grieks. En dat heet tovenarij op zijn Nederlands. De grote tovenaar. Daar krijg je pillen van. Ja, ha, 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 ha. En borstkanker krijg je ervan. Met een verhoogde kans op borstkanker. Dat zou op iedere
pildingers bovenaan moeten staan. Het is niet makkelijk, snap je, om in leven te blijven. Maar het is ook heel erg makkelijk om elke dag een pil te gaan slikken om je lichaam naar de vernacheling te helpen. Dat moet je helemaal niet doen. Geen seks voor het huwelijk. En het huwelijk vindt plaats na de verliefdheid. En de verliefdheid ontstaat na de kennismaking. En dan krijg je de verloving, dat je de families, schoonfamilie, eigen familie, en dat moet allemaal kloppen en een beetje ja, gangbaar zijn. Nou, dan ga je wippen de wip. Maar daar krijg je helemaal niks van. Ja, kinderen, mag ik hopen. De moeder van mijn kind, die heeft de banden verbroken met van alles. Dus mijn kind, die heeft nou een familie van de moeder. Maar die willen de familie van de vader niet zien. En ze heeft de familie van de vader. En die willen haar moeder niet zien. Ja, dat is een beetje kut of kloten voor haar. Ingaan tegen de wil. Ja, maar ik heb mijn eigen wil. Ik wil dat. Dodelijk is dat. Je hebt geen eigen wil. Je hebt een vrije keuze. Jij gaat iedere dag een bepaalde hoeveelheid oestrogeen slikken. Dat is jouw keuze. En jij weet per nu dat dat de kans op tietkanker of borstkanker verhoogd, ja? En jij gaat morgenochtend weer lekker zo'n pil slikken. Ja, go ahead en knock jezelf out. Maar ga niet lopen zeuren bij mij om te collecteren dat ik meebetaal aan het amputeren van jouw linker tiet. Flikker op. En aan je chemotherapie wil ik ook niet mee betalen. Geet dat weg. Jij hebt toch de pil geslikt of wat? Omdat je lekker wilde neuken. Zonder een kind te laten zuigen aan jouw tepels. Mensen zijn slechter dan ik dacht. Mensen zijn katholiek in hun hart. En dat is slecht. Je mag helemaal niet katholiek zijn. Het is een erg slecht uitgangspunt. Mijn vriendin, vriend, een vriend, een vrouw, maar mijn vriend, Lonneke, die heeft baarmoederhalskanker. Ha, ha, ha. Ja, die heeft het gedaan met 500 mannen. Ha, 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 ha. Ja, maar Piri, dat is toeval, hoor. Nee, dat look at that, man. Maar promiscuïteit is killer. Geslachtsziekte heb je nog. Antibioticum gebruik en dan lekker door blijven neuken. En Lonneke treft geen schuld hoor. Absoluut niet. Katholiek opgevoed. Wat kan zij eraan doen? Haar treft geen blaam. Arme kind. Katholiek opgevoed. Hè? Nou, zij heeft dan geen borstkanker, ze heeft baarmoederhalskanker. Maar. Oh, maar die katholieken,
hebben ze zo'n feest, dat heet Carnaval. En dat wordt gehouden in februari. En de paus, die bepaalt wanneer het carnaval is. Allemaal alcohol erin. En papa gaat dan neuken met Gerda. Die drie huizen verderop woont. Ja, waar denk je dat het carnaval voor bedoeld is? Katholicisme is promiscuïteit. En stomme films op Netflix. Wordt er een heel gedoe voordat wij gaan beseffen hoe ernstig het probleem is met het universele geloof. Het universele geloof dat dicteert dat iedereen mag zijn pik laten amputeren. Vrouwen mogen clitorisverlenging aanvragen met siliconen of zo. En dan kunnen die vrouwen ook lekker gaan rampetampen in de, ja, in het voorgat of het achtergat, maakt niet uit. Ik ben een mannetje. In gedachten was ik een mannetje. Dat is katholicisme. Daar krijg je borstkanker van. En de rest. Baarmoederhalskanker, keelkanker, zeg maar. Ja, maar we gaan bestrijden. En we gaan geld betalen voor de klimaatveranderingbestrijding. Ik heb helemaal geen last van klimaatverandering. Jij wel? In 2010, toen ik hier naartoe verhuisde, waar ik nu zit, dat was koud, man. Zo, met dat. Het hele kerkplein lag onder het ijs. Ja, nou niet. Een beetje sneeuw. En die katholieken gaan gelijk zeggen, ja, nee, dat zie je, dat global warming, allemaal betalen, want dan ligt het kerkplein weer helemaal vol met ijs, hoor. En gadverdamme. Katholieken, dat is echt verschrikkelijk. De universeel gelovenden. Die dan beweren dat zij alleen kunnen vertellen wat er in de Bijbel staat. Maar wat er in de Bijbel staat, dat kan je zelf lezen. Ja, maar dan moet ik Engels. Nee, dat hoeft helemaal niet. Je hebt een Nederlandse statenvertaling. Punt. Of de NBG, de Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel, is ook best wel aardig. Kleine discrepanties, maar. Meer niet. Is best cool. Ja, dan. Ja, lees die. En doe normaal. Want die wijven, die zijn daar mee. Even tegen de mannen. Die wijven. Ja, het is mooi als je een wijf hebt. Een wife. Of een wijf op z'n Amsterdamse. Als je een wijf hebt, dat je helpt. Dat is mooi. En die zorgt voor je kinderen. De wijf van mij. Ik wil een eigen baan. En ik wil dit en ik wil dat. En mijn moeder helemaal voor. En toen kwam mijn moeder erachter dat de wijf van mij, dat hij niks deed in huis. En toen dacht mijn moeder van nou, laten we daar maar geen probleem van maken. En zeiken tegen mij. Maar ja, mijn moeder heeft ook tietkanker gehad. Slappe tieten of zo. Dode tieten.
gaan we maar zeiken tegen Perry. Zo gingen we naar Turkije op vakantie, op verzoek van mijn moeder. Om het even toe te lichten. De wanstaltigheid van de rol die de vrouw niet vervult. Als de vrouw haar rol niet vervult, dat is wanstaltig. Als een man zijn rol als vader niet vervult, dat is ook kutkloterig. Maar dat ziet iedereen. Gelijk, oh die mannen, oh die mannen, oh die mannen, ja nee, dat kan niet. Oh. Zo doormiet al op. We gingen naar Turkije op vakantie. En ik was gescheiden van die moeder. En ik had mijn dochter nog helemaal van tevoren geïnformeerd van ja, neem dit mee. Je moet je badpak bij je hebben. Je zwemvliezen moet je meenemen. Je duikbril, je snorkel. Je moet twee broeken hebben. Een heel lijstje opgegeven. Daar komen we aan in Turkije. En mijn moeder, die zei van, oké, dan ga ik de tas van jouw kind, van haar kleinkind, uitpakken en in de kast leggen. Zo, dat is mooi. En toen lagen daar maar twee t-shirts in die tas. Twee. Voor een vakantie van 13 dagen. Dat lijkt mij een beetje weinig, hè? Denk je niet? En mijn moeder boos op mij. Ja, er zitten maar twee t-shirts in. Dat is belachelijk. Ik heb tegen mijn moeder gezegd van ja, die tas is ingepakt door de moeder van mij. Ja, door jouw schoondochter. Ja, zei mijn moeder, maar dat had jij als vader moeten controleren. Nou, mijn moeder heeft borstkanker gehad, hè. Ik snap er ook geen donder van. Natuurlijk had ik dat niet over te controleren. En hoe dan? Om die tas. Dat tegen mijn dochter had moeten zeggen. Kom op met de relatie. Ja, wat moest er allemaal in zitten in die tas? En dan alles eruit pakken op de stoep. Want ik mocht die woning niet meer binnen. Want mijn vrouw was gescheiden van mij. Die was dan heel erg. Ja, hoe moet ik zeggen. Die wilde. La 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 la. Op de stoep moeten uitpakken en mijn moeder kankeren tegen mij. Ik denk, ja, krijg jij de kanker, man? Of mijn moeder zegt tegen mij, heel eerlijk, maar kijk, wij vrouwen, wij borstkankervrouwen, wij, ja, die mannen moeten het maar doen, maar dan ook wel voor de rest gehoorzaam. En nu valt mij even je tijd aan. Wat dan? Rekening niet betaald of zo. Zal wel weer iets zijn. Ik heb nog een batterij in mijn Mac. Raar waar de been. Don't worry, be happy. We maken het mooi af tot het einde van het uur. In alle rust. Het gaat niet. No way. José. Niet mijn schuld. Even kijken op mijn internet nog. Hier loopt ook een stroom. Even testen. Nee, mijn internet is echt. Mijn stroom is uitgevallen. Alles is weg. Ik heb alleen nog maar batterij voor.
Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik moet even gaan uitzoeken hoe het zit. Allee. Stroomuitvalling. Brandt daar nog een lampje? Even toch even checken. Het is mooi, hè? Het bestaan als mens. Hé, de stroom is niet uit. Ik heb dan wel stroom. Valt me. Eén ding eruit geklapt was. Katholicisme en borstkanker. Katholicisme kweekt zelfstandige vrouwen. Dat is hartstikke leuk. Maar ze zijn het niet, hè. Vrouwen zijn niet zelfstandig. Die hebben een overheid nodig. En geen papa. De papa mag de deur uit. Een mama blijft lekker met de kinderen. Het geld van de overheid. Ja, ik weet het. Had ik dat geweten, dan... Nou, het was me beter van niet. Ik wist het toen niet. Ik heb mijn leuter gestoken in het voorgat. En een kind gekregen. Erg mooi tijd. Mijn kind lekker. Naar de titel. Dan de ex van. Mijn ex. En, haar ex. Dus mijn ex. Ja, de moeder van mijn kind noem ik dat maar. Maar die had een ex. En die kwam dan kijken. Oh, ik word er wel een beetje geil van, hoor. Om te kijken hoe. Ja, met je blote titel en zo'n kind eraan. Nou, dat vind ik wel geil. Ja, borstkanker, jullie allemaal. Komt een beetje hard over, dat snap ik wel. Maar vrouwen deugen niet. Dan krijgen ze maar kanker in de tiet. Wat doe ik eigenlijk? Je deugt niet. Je hebt geen besef van je rol. Niet mijn probleem. Ik zou ook geen vrouw willen zijn. Ik ben heel erg blij met mijn eigen lichaam. Van mij hoef je geen vrouw te bouwen, hoor. Ik wil geen oestrogeen en mijn penis eraf en dan het ding omlaag en dan een gat erin maken. En je gat, wat dan? Ik ben een man en daar ben ik blij mee. Ik heb ook geen peniskanker, ik heb geen balkanker, ik heb geen prostaatkanker, ik heb helemaal nergens, ik heb een vrat. Ik heb geen tietkanker, bij hem. Al die wijven kunnen mij mijn rug op. Ik heb helemaal geen zin meer. Ik krijg maar tietkanker, baarmoeder als kanker. Doe het maar. Je loopt alleen maar te kankeren. Ja, als je de godganse dag loopt te kankeren, wat denk je dat er met jouw lichaamsmoleculen gaat gebeuren? Christus Jezus heeft gezegd, het is niet wat de mond uitkomt, dat de mens verontreinigt. Niet wat de mond inkomt, verontreinigt de mens. Nee, dat wat de mond uitkomt.
Dat verontreinigt de mens. Al die kankerende wijven. Ga er weer. Ja. Even voor jullie vrouwen. Sowieso. Tietkanker gaat er weer. Heeft alles te maken met je eigen aanwezigheid. Als jij je tieten niet voelt als een voedingsapparaat voor baby's, ja, dan krijg je schimmel, hè. En als vrouwen dat niet doen, vrouwen willen niet hun tepels laten zuigen door. Ja, dan gaan we allemaal dood. Dan mogen die vrouwen, die mogen tietkanker krijgen. Wat doen wij keer? Ze willen toch niet aan tepels laten zuigen voor kinderen. Dus nou, ga dan maar dood, man. Want we gaan allemaal dood. Dan. Een vrouw moet gemiddeld 2,1 kind krijgen. Als die vrouwen er niet bereid toe zijn, nou mooi zo. Dan weten wij mannen dat ook. Ja. Gaan we allemaal gezamenlijk naar de kloten. Laat die vrouwen maar als eerste gaan met tietkanker. Maar niet komen mij komen collecteren. Je gaat toch dood aan tietkanker of wat? Dat is trouwens helemaal niet waar. Hè? Je gaat niet dood aan tietkanker. Erg bijzonder hoor. Je gaat dood aan tietkanker als je geen kinderen wil. Als je een dombo bent. Je maakt heisamen. Je kan het niet ofzo. Je tieten doen het niet. Je hebt geen energie in je tieten. Je snapt niet waar die tieten voor dienen. Wel Lonneke die heeft dat tieten laten oprekken. Dat die tepels weer naar voren staan en dat het ergens op lijkt. Maar dat bedoel ik niet. Je energie in je tieten, even tegen de dames, hè, die straalt. Jij straalt. Dus je tieten moeten vol zitten van energie. Die melkfabriek. Lekker woe. Ik heb tieten. En ik ben een babyfabriek. La 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 la. Ik heb tieten. En mijn billen zijn er om te zien. Dat is jouw energie. Ja, ik kan ook niks aan doen. Ik wil wel kloten dat mijn lamp het niet meer doet. Even als man, hè. Even voor je vrouw. Ook als... Dat je even weet hoe een man... Precies. Geen internet. Een storing bij online. Hè? Die open weer. Ja. Oké, nou ben ik weer verbonden. Ah. Het gaat voor jou als vrouw om kinderen. Het gaat voor je broer. Om kinderen.
En jij als vrouw hebt in die kinderzorg, verlangend of zo, hè? Die een man ook heeft, hè? Daar heb jij een bijzondere rol in. Want jij hebt Tieten. En of je nou kleine Tieten hebt, maakt niet uit. Als er maar voldoende melk uitkomt. Je kan het ook... Die melk moet eruit komen. Dan kan je van die volle hangers hebben. 80D of zo. Maar die Tieten... zijn voor dat kind wat er gaat komen. Je kent? Snap je het? Anders krijg je fucking tietkanker. Of baarmoederhalskanker, of zeg maar. Het is niet jouw rol om hier op aarde geboren te worden en de meeste heerlijke orgasmes te hebben meegemaakt. En dan dacht je van, nou is het klaar. Nee, homo. In de slechte zin van het woord, hè? Op zijn Brabants, hè? Nee, homo. Dan gaat het weer. Hoe kan dat nou? En hoe kan het nou dat die lamp uitgevallen is? Die kapot is gegaan. Of je oplossen. Dat is een man, hè? Mannen zijn rustig, overschouwend en die doen niks, ogenschijnlijk. Ogenschijnlijk doet een man niks. Dat is ook waar de moeder van mijn kind het heel moeilijk mee had. Als ik een afwas moet doen of een koelkast schoonmaken, ja, ik ben zo klaar. Snap je? En als je daar niet geil van wordt, hè, dat is een man die kan zo heel snel zo, is het klaar, hè? Ja, ze kijken. Ik geloof daar helemaal niks van niet. Dan krijg je tietkanker. Heb je geen respect voor je man. En dat is precies wat de katholieken willen. Dat je geen respect hebt voor je man. En dan krijg je tietkanker van. En niet komen collecteren aan mijn deur. Voor hulp voor de amputatie. Nee, je rot maar lekker helemaal weg. I don't care. Of om het maar terecht te zeggen, I don't fucking care. Dus in het neukende gebied, in het gebied, neuken is voor kinderen, dat snap je wel, hè? In het neukende gebied geef ik niet om jou. Jij kanker in je tiet, nou die kanker is van jou. En jij wil dan lekker naar de huppeltje pup en een andere vrouw langs de deuren laten lopen om geld in te zamelen om jouw tieten te laten amputeren. Nou, ik dacht het niet. Wil een tietamputatie, wat moet dat kosten, man? €5. Voor de moeite. €50. Ja, betaal het zelf, homo. Je bent toch katholiek? Nou dan. Maar niet komen collecteren aan mijn deur voor het amputeren van tieten. En krijgen me voor je kaas. K-A-N-I-S of K-A-N-E-S. Ligt eraan of je... Je krijgt het voor je hond, man. Dank jullie wel voor het luisteren over katholicisme en borstkanker. Ik hoop dat jullie dit goed begrepen hebben. Zucht. En op zijn hamburgers zeg ik, zag ik. Tjus. En dag lieverds.
met de titel nog aan de borst.